Er is geen plaats meer op het visiebord. Het leven is goed. Schat, we hebben onmiddellijk een kind nodig. Hé, dat is een idee. Het leven zal anders zijn met een kind. En om die wens zo snel mogelijk in vervulling te laten gaan, moeten we meteen naar een weeshuis gaan. Stella is er toevallig al. Ze wacht al zo lang op haar ouders. Michael, ze is prachtig, is het niet? Zoals je wilt, lieverd. Oké, we nemen Stella. Yes! Stella heeft nu ouders. En ze zijn zo rijk. Stella, we gaan hier wonen. Vind je het leuk? Het is een hele wolkenkrabber. Wow. Dit is meer dan Stella ooit van gedroomd heeft. Laten we een rondleiding door het nieuwe huis nemen. Het is hier prachtig. Je kan meteen zien dat hier rijke VIP's wonen. Waar is mijn kamer? Je gaat heel hoog onder de wolken wonen. Stella, we hebben een lift nodig. Echt niet? De lift is niet leuk. Ik neem de trap, oké? Zoals je wilt, lieverd. Mijn ouders zijn zo cool. En aardig. Mama en papa gebruiken liever de lift. Het is snel en handig. Maar de wolkenkrabber heeft zoveel verdiepingen. Het is geen makkelijke taak. Mama en pap zijn er al. Ze kunnen de lift niet bijhouden. Stella moet het tempo opvoeren. De juiste kamer is ergens dichtbij. Stella kan het voelen. En mama en pap hebben een theekransje op schema. Michael, ik maak me zorgen. Waar is onze Stella? Ik heb geen energie meer. Er zijn nog steeds geen tekenen van kinderkamers. Mama en papa hebben een ander soort sport. Ze geven de voorkeur aan fitnessapparatuur. Candace, is ons Stella al opgedoken? Nee, ze is waarschijnlijk nog onderweg. Komt er ooit een eind aan de wolkenkrabber? Je moet jezelf vermannen en verder gaan. Het is bedtijd en het kind is er nog steeds niet. Je zult geduld moeten hebben. Maar Stella zal er in de ochtend zijn. Ze zal naar de top gaan. Arm meisje. Michael, we moeten Stella naar haar kamer brengen. Dat is beter. Volgende keer alleen de lift. Niet lopen. Een rijke badkamer is echt een museum. Alles schittert hier in goud. Stella heeft nu zelfs een persoonlijke kroon. Het ziet er mooi uit. Wat is dat? Het lijkt op een afstandsbediening. Maar waarom is het een badkamer? Oh, daar is het voor. Om mijn tanden te poetsen bijvoorbeeld. Zet het uit, maar het kan geen kwaad om je gezicht te wassen. Hoe zet je de kraan hier open? Oh, mijn hemel. Laten we dat vandaag maar overslaan. Maar een warm bad is een goed idee. Ik denk dat er te veel bubbels zijn. Zet het uit! Wat is er, lieverd? Mam, de bubbels worden gek. We maken het wel, lieverd. En je bent ook een beetje vies geworden. Laat me je helpen. Mama laat Stella zien hoe je de afstandsbediening goed hanteert. Dank je, mama. Rijke mensen dineren alleen in dure restaurants. Geweldig, de drankjes zijn al geserveerd. Hoe lekker. Geen manieren. Stella, dit is geen limonade. Het is citroenwater voor je handen. Kijk hoe je het doet. Ze zijn schoon. Dit is het einde van de etikettenles. Het eten staat op tafel. Hoe moeten we dit eten? Ik weet niet hoe ik eetstokjes moet gebruiken. Ik zal met mijn handen moeten eten. Dat is goed. Dat is veel comfortabeler. Soms kun je de regels van etiketten vergeten. En de anderen laten lachen. Maar papa gaat dit regelen. Je weet wat je moet doen, vriend? Ja, meneer. Sorry, dames. We bieden nu een andere gebruiksvoorwerp aan in ons restaurant. De regels van etiketten zijn al lang achterhaald. We gaan nu naar het volgende niveau. Stella heeft nu zoveel speelgoed. En er komen er nog meer. Haar ouders hebben een cadeautje voor haar. Stella, dit is robot Abby. Je nieuwe speeltje. Druk op de knop. Wauw, mechanische Abby kan bewegen. We moeten nu gaan, Stella. Veel plezier. Laten we eens kijken wat Abby kan doen. Zullen we een spelletje spelen? Wat een gehoorzame robot. Behalve dat machines niet weten hoe ze moeten spelen. Oké, wat dacht je van een lichte snack? Ik heb het. Ik eet geen echt voedsel. Dan ben ik op mijn eigen. Oeps, het viel. Van nu af aan neemt Abby het schoonmaken over. Een kind moet zich niet inspannen. De robothelper zal zelfs het huiswerk doen. Abby zal elke vergelijking oplossen. en een boek lezen als het moet. Maar dat is saai. Er is niets meer te doen voor Stella. Ik moet de robot een beetje afleiden. Verdedig jezelf, Abby. Maar machines houden niet van water. Stella was dat helemaal vergeten. Oh nee, Abby was kapot. Wat doen we met een kapot stuk speelgoed? Onder het bed verstoppen natuurlijk. Michaels werk is in volle gang vandaag. Hij kan beter niet gestoord worden. Maar het kind heeft haar vader nu meteen nodig. Kijk eens wat ik getekend heb. Dank je, Stella. Een vel papier is erg handig op dit moment. Papa heeft een superbelangrijk gesprek. Stella, ga even wandelen, oké? Val papa niet lastig. Of misschien wil mama spelen. Mam, kijk eens wie ik heb. Oh ja, wat mooi, lieverd. Helaas, mama heeft ook geen tijd. Ze kan alleen maar aan haar werk denken. Geef hem terug. Je kan niet doordringen tot rijke ouders. Stella, waar ga je heen? Michael, ik denk dat we haar van streek hebben gemaakt. Arm meisje, ze heeft zo haar best gedaan. Ik heb een idee. Laten we schilderen. Niet op een doek, maar op een grote rekening. Dat is veel interessanter. En papa heeft nog een verrassing. Dit is voor jou, Stella. Vind je het mooi? Natuurlijk vind ik hem mooi. Het is de beste teddybeer ooit. Winkelen met rijke ouders is een heel avontuur. Je mag kiezen wat je wilt, Stella. Niet dat. Rijke mensen eten dat niet. We nemen alleen de duurdere dingen. Mam en pap weten veel over rijk winkelen. Stella aan de andere kant leert het net. Ik vraag me af of dit ding voor rijke mensen is. Maar het mooiste staat op de plank. Wat een schattige babypop. Stella zou willen dat je er zo een had. Mam, ik wil dat speelgoed. Alsjeblieft. Het ziet er niet goed uit. Maar omdat het kind het vraagt. En nu iedereen naar de kassa. Stella zal snel haar gekoesterde speelgoed hebben. Lieverd, doe iets. Het is een vergissing. We hebben geen arm kind. Zoals u wenst. Haast je naar huis zodat niemand deze schande ziet. Wel trusten, Stella. Mama houdt van je. Mogen je de beste dromen hebben. Het is onmogelijk om op dit superrijke bed te slapen. Het kussen prikt. En de gouden deken ritselt zo hard. Kunnen mijn ouders niet helpen? Mam! Wat is er gebeurd, Stella? Ik kan niet slapen. Mijn bed is zo ongemakkelijk. Arm ding. Dit goud is te stekelig. Wat als je er een geldmatje onder legt? Vind je dit mooi? Nee, het helpt niet. Papa weet wat hem te doen staat. Stella zal het beste van alles krijgen. Dat is veel beter. Geen goud. Alleen polyethyleen. Alles voor Stella. Iedereen op de rijke school is zo arrogant. En klasgenoten hebben de coolste telefoons. Hé, nieuw meisje. Maar Stella heeft een oude telefoon. Oeps, hoe gênant. Ik denk niet dat de telefoon gered kan worden. Oh mijn god. We zijn allemaal in gevaar. Wat als dit de planeet vernietigt? Rennen! Waar gaan jullie heen, meiden? Maar op een rijke school is alles wat arm en oud is verboden. Dit is schandalig. Het meisje heeft iedereen in gevaar gebracht. Armoede moet onmiddellijk uitgebannen worden. De taakgroep werkte tot in de perfectie. Juffrouw Mabel, wij verontschuldigen ons. Niet nu, Michael. Het wordt een geweldige dag vandaag. Het is Stella's verjaardag. En ze is klaar om cadeautjes te krijgen. Ik vraag me af waar mama en papa zijn. Maar het lijkt erop dat ze het weer druk hebben. Hoewel ze een mooi cadeau hebben achtergelaten. Gelukkige verjaardag, juffrouw Stella. Nog een fijne dag. De ouders zijn onverbeterlijk. Het enige wat ze kunnen doen is werken. Laat eens kijken wat er in de doos zit. Wauw, een gloednieuwe tablet. Hoe zet je hem aan? Hallo? Gelukkige verjaardag, Stella. We houden heel veel van je. Komen jullie naar mijn verjaardagsfeestje? Dat zouden we graag willen. Maar we zijn op zakenreis, weet je. Het is allemaal duidelijk. Werk is belangrijker voor de ouders dan hun eigen kind. Waarom hebben ze Stella dan uit het weeshuis gehaald? Ze zal vanavond alleen moeten feesten. Lieverd, we zijn er! Gefeliciteerd. Mam en pap zijn toch terug. Stella is belangrijker voor hen dan al het andere in de wereld. Dit is de beste verjaardag ooit.